Hallo, hallo, hier zit Anne. En oeps, ik zit een ster voor mijn neus. Of zoals ik hem zo zet, dan zit die ster op mijn voorhoofd. Een beetje zo gaan zitten, dan zie je me tussen de sterren door. Nou, het is een zondagavond, een beetje een raar tijdstip om een Facebook live te doen. Maar ik had ineens vandaag, ik had natuurlijk de afgelopen dagen had ik al een beetje gepost dat er een download bezig was voor een nieuw programma. En vanochtend was daar nog niet echt iets. Ik heb me overgegeven aan de lummelmodus, zeg maar. En gewoon lekker een beetje mijn dingetjes gedaan. Ik heb tot ver in de middag nog in mijn pyjama gezeten. En daarna nog lekker naar buiten geweest. Hallo, hallo. Ik heb geen idee wie je bent, maar ik zwaai je eventjes naar je. Ik zie dat ik vier live kijkers heb. En ik was gewoon vijf live kijkers. Hey Esther, hi hi. En ik was gewoon lekker mijn dingetjes aan het doen. En toen heb ik nog eventjes met Latoya had ik nog eventjes geappt. Van ja, nou ja, ik ga kijken of ik me kan overgeven aan de... Aan het lummelen. Toen zei ze, nou ik gun het je en ik hoop dat je in de lummelfase gaat. En hoe dat bij mij werkt, is op het moment dat ik in de lummelfase ga. Dus op het moment dat ik echt denk van oké, ik moet helemaal niks vandaag. Ik hoef helemaal niks vandaag. Ik wil ook helemaal niks vandaag. Dat zijn de momenten dat het gaat stromen. Dus ik weet niet of je dat zelf ook wel eens zo hebt en ervaart. Dat op het moment dat je iets moet, dat het dan gewoon 0% lukt. En op het moment dat je denkt oké. Nou, weet je wat? Geef mijn portie maar aan Vicky. Ik ga gewoon even helemaal niks doen vandaag. Ik ga in de lummelfase. En dan ineens gaat alles helemaal stromen. Nou, dat heb ik ook gedaan. En dat stromen is nu net afgelopen. En ik denk, oh, nou hoop ik dat ik nog eventjes een avondstukje heb. En ik heb zo net op deze pagina en in de Lightgroep een post gepost en een evenement aangemaakt voor het nieuwe programma Zet de Deur Open. En dat is wel grappig, ik had het daar laatst met een aantal dames over in een messenger groepje. En toen had ik zoiets van, oh, zou dat het nieuwe programma zijn? Dus ik heb die tekst toen opgeschreven. En ik heb toen gewoon echt gevoeld van, nou ja, ik heb het laten staan. En de afgelopen dagen schreef ik zo nu en dan eens een keer een zinnetje op. En dan kwam eens wat door. Maar dat was niet echt dat ik dacht van, nou, oké, hier kan ik wat mee. Kijk, ik had natuurlijk, ik heb natuurlijk vorige week zaterdag dat auto-ongeluk gehad. En voor die dag, en zeg maar, ik had een soort van vaag idee wat ik nog wilde doen voor de kerst. Nou, toen is mijn programma, dat is vorige week, die heb ik niet gelanceerd, zoals dat heet. Dat heb ik niet bekendgemaakt, omdat ik wel iets anders aan mijn hoofd had dan een nieuw programma. En ik moest echt gewoon in de herstelfase. Vandaag is de eerste dag dat ik redelijk kan lopen. Nou, eigenlijk, ik heb 0% pijnstillers op vandaag, dus daar ben ik al heel erg trots op. Ik voel mijn knie nog wel, ik kan er bijvoorbeeld nog niet op zitten. Ik kan nog niet knielen of zo, maar ik kon wel al goed lopen. En daar ben ik al heel erg blij mee. En nou ja, toen is dat zo in de loop van de dag is dat zo ontstaan van zet je deur open. En omdat het natuurlijk... hi Alida, ik moet altijd eventjes zo naar voren doen, want je bent dan heel klein. Want ik doe nu een live via mijn mobiel in plaats van via mijn laptop. Dus dan moet ik echt zo van oké, ja, het is een beetje avond, het is een beetje donker hier. En dan moet ik eventjes kijken wie daar is. En toen is het zeg maar zo een beetje gaan ontstaan. En ik ben gaan zitten en ik ben gaan schrijven. En vloep, toen was daar ineens een nieuw programma. En voor mij is het belangrijk dat dingen gaan met een stroom meegaan. Dat het past en dat het logisch is en dat het duidelijk is en dat het praktisch is. Nou, aanstaande dinsdag de 26e is het een belangrijke dag. Sowieso is mijn vader dan jarig, maar daar hebben jullie helemaal niks mee te maken. Maar dan is het een nieuwe maan. En dan geef ik s'avonds natuurlijk het Godin Kali Nieuwe Maan webinar. Maar na die dag, dan begint natuurlijk ook weer, dan gaat de energie weer aantrekken. Dan gaan we naar een wassende maan toe. En dan gaan we na 14 dagen gaan we naar een volle maan. Maar, zei ze, het is ook dan 28 dagen en dan is het kerst. En als ik weet hoe ik eigenlijk altijd... ja, dankjewel. Ja, ik zal het doorgeven. Ja, dat zegt Amela. Wat een mooie naam heb je. Die zegt alvast gefeliciteerd.
En nou ja, 28 dagen is natuurlijk, dat snap je wel. Dat is ook uitgelijnd met de cyclus van de vrouwen. Wanneer je als vrouw zijnde echt goed uitgelijnd bent en aangesloten bent op de maancyclus, dan heb je ook een menstruatiecyclus van 28 dagen. Dus ik had echt zoiets van, oh, die 28 dagen tot aan kerst. En dan, oh man, nog 4 weken en dan is het al kerst. Ik heb altijd, nou, tot zeg maar, tot 2, 3 jaar geleden, denk ik, zoiets. Ben ik altijd met kerst rondom of in de kerstvakantie ben ik altijd ziek geweest. Ik heb gewerkt, 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 gewerkt. En dan stortte ik in met de kerst. En dan was ik gewoon echt 2 weken. En dan was ik, zeker toen ik nog in loondienst werkte. En dan had ik 2 weken om bij te komen. En dan was ik net opgeknapt, was mijn verkoudheid net voorbij. En dan moest ik weer beginnen, zeg maar, met werk. Nou, dat sudderde allemaal een beetje op de achtergrond mee. En met de posts die ik de laatste tijd op deze pagina heb gedaan. En wat mensen daarop antwoorden. En dat mensen zeggen van, ja, weet je, dan heb ik iets over verandering. En dan zeggen mensen, ja, maar het is zo moeilijk. En makkelijker gezegd dan gedaan. En denk ik, ja, maar het is best wel heel erg makkelijk. Als jij tijd hebt om in jezelf te investeren, als je maar 15 minuten per dag hebt, dan kan je dus in 28 dagen kan je zo ontzettend veel veranderen. Dan kan je zo'n grote omslag maken. En ik weet van mezelf dat ik altijd, tot dus een paar jaar geleden, tegen de tijd dat het kerst was, had ik echt zoiets van, ik heb het helemaal gehad. En toen dacht ik van, in combinatie met wat ik met die dames aan het appen was. En toen hadden we zoiets van, oh, zet die deur open. Wat nou als er 28 dagen, 15 minuten per dag. Je mag het ook 3 keer 5 minuten doen. Maar het is makkelijker als je het in 1 keer in 15 minuten doet. Je werkt aan jezelf. En met kerst, op kerstdag, 25 december, sta je bij de kerstboom. Hoop ik, tenminste, ik denk dat je een kerstboom hebt. Ik vind de kerstboom altijd leuk. Ook al ben ik alleen, ik vind het altijd heel erg leuk om een kerstboom te hebben. Dus ik ga ook die foto natuurlijk dit jaar weer plaatsen met al mijn kerstberen onder de kerstboom. En wat nou als je in 28 dagen je leven kunt aanpassen, verbeteren, positiever kunt maken? Ik ben hier zo enthousiast aan het praten dat mijn thee eroverheen klotst. Dus dat is ook niet zo heel erg handig op mijn schoot. Dus ik heb een programma, dat kwam vandaag. Ik heb hem al helemaal uitgeschreven. Ik heb de Facebookgroep al aangemaakt. Die heet Zet de deur open. En waarbij we in 28 dagen starten, dus dinsdag de 26e november. En we eindigen dan dinsdag de 24e december, 28 dagen. Elke dag plopt er in de groep een vraag omhoog. En dat zijn vragen van tegen welke dingen je aan zit te hikken. Wat zou je anders kunnen doen? Waar ben je goed in? Waar ben je slecht in? Wat gaat er minder goed in je leven? Lijstjes maken. Wat kun je doen? Wat wil je jezelf beloven? Welke gave dingen doe je al? Wat is je perfecte leven? Waarom ben je op aarde? We hebben het over gewicht. Ook heel belangrijk bij heel veel dames. Van waarom draag je extra gewicht met je mee? Wat ze heeft dat gewicht je te zeggen? Nou ja, we gaan het over het lichaam hebben. We gaan het over relatie hebben. Jezelf klein houden. Waarom je op aarde bent. Wat heb je nodig? Wat wil je? Wat heb je minimaal nodig? Elke dag krijg je van mij een vraag. Waarbij je helemaal los mag gaan met jezelf schrijven, 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 schrijven. Om dat helemaal vanuit jezelf omhoog te doen. Hi, Sharmila. En dat het omhoog komt. En dat je op die manier, tegen de tijd dat het kerst is, dat je jezelf ja, een positieve draai hebt gegeven. Dat het veranderd is. En dat je denkt van, wauw, oké, ik ga deze keer ga ik eens een keer op een andere manier de kerst in. Weet je, al die vragen die ik al klaar heb gezet, dat zijn allemaal vragen die ik zelf ook uitgeschreven heb, die ik ook zelf beantwoord heb, die ik ook zelf, die ik geïntegreerd heb, waar ik over nagedacht heb, die ik zelf voel, die ik zelf weet, waarmee ik ook aan de slag ben gegaan. Degene die mij kennen, en die al meerdere webinars bij me volgen en programma's bij me volgen en whatnot, die weten dat ik altijd met alles zelf meedoe. Alles wat ik doorgeef, alles wat ik aanbied, alles wat ik deel, dat heb ik op enig moment zelf doorlopen. Dat heb ik op enig moment zelf ervaren. Dat heb ik op enig moment zelf gevoeld. Want waarom ik dat doe, is omdat ik dan zeg maar
het is dan door mijn eigen systeem heen gegaan. En als en wanneer een ander dan iets in de Facebookgroep plaatst of vraagt, dan denk ik, oh ja, uit eigen ervaring weet ik dit. Dit heb ik al gevoeld, dit heb ik al ervaard, dit weet ik al. En dan kan ik de ander nog meer helpen. Want ja, weet je, je hoeft niet alles natuurlijk in het leven meegemaakt te hebben, wil je een ander kunnen helpen. Dan zou ik haast zeggen, God bewaar me, want er zijn afschuwelijke dingen en vreselijke dingen die gebeuren. En nou ja, weet je wel, can't split the lead. Dus je hoeft niet alles zelf mee te maken. Maar het is me in zulk soort gevallen, met zulk soort spirituele programma's, is het gewoon heel erg fijn dat ik vanuit ervaring kan zeggen, oh ja, maar dit is bij mij omhoog gekomen. Zo heb ik het ervaren, zo voel ik het. En nou ja, dat is wat ik wilde delen. Dus ik snap dat het echt een bizarre dag is en een bizar tijdstip is om met een nieuw programma te komen op een zondag. Maar ja, het was natuurlijk, ik was het eerder van plan en toen gooide dat het auto-ongeluk, dat kwam er tussendoor fietsen. En ja, tot aan vandaag, weet je, was ik aan het herstellen. En vandaag is de eerste dag dat ik denk van, weet je, ik heb goed geslapen, ik ben goed wakker geworden, mijn hoofd is er weer. Mijn handen doen nog wel pijn en mijn borst doet nog wel pijn en mijn knie doet nog wel pijn. Maar dit is de eerste dag zonder vrij van pijnstilling. Dit is de eerste dag dat ik een stuk ben gaan lopen en dacht, oh, ik kan weer gewoon lekker lopen. Nou, en dat is ook voor mij, en daar hoef je zelf helemaal niks mee, maar voor mij is dat heel belangrijk, dat wanneer ik met jou werk, wanneer ik met klanten werk, dat ik ook gewoon goed in mijn energie zit. En dat ik ook gewoon, dat ik helemaal ben. En dat ik dus 0% afgeleid word door alle, ja, mijn eigen gemutsen, laat ik het maar zo noemen. Ja, nou, en daar is gewoon, daar ben ik eerlijk in, de afgelopen week is er gewoon heel veel aandacht gegaan naar naar mijn lichamelijke staat van zijn, naar mijn emotionele staat van zijn. Ik ben gewoon heel erg emotioneel geweest na afgelopen zaterdag. Ja, mijn auto, die is weg. Ik had echt een fantastische auto. Daar heb ik heel erg lang voor gespaard om die destijds nieuwe te kopen. Die was helemaal naar mijn wens. En die auto stond voor mij ook, ja, voor vrijheid, voor wauw, dat heb ik toch maar mooi gedaan. En nou, weet je, er zit een hele emotionele lading op. En die auto ben ik nu kwijt. Die auto is gewoon totaal los verklaard. Dus afgelopen week was ik gewoon heel erg bezig met mijn eigen dingetje. Met mijn eigen emotie, met mijn eigen verdriet, met mijn eigen pijn. Maar ook mijn fysieke pijn. En nou ja, en dan al het gemuts met verzekeringen. En nog een keer zeggen en nog een keer het verhaal vertellen. Dat je op een gegeven moment denkt van, man, weet je wel, als jullie nou gewoon even met elkaar praten. En gewoon bij elkaar in de dossiers kijken, hoef ik het niet voor de 10e keer te vertellen. Dus nou, die emoties die zijn ja, die allemaal weer rondgekomen. Ik ben gisteren zelf lekker op een cursus geweest waar ik weer aan en mezelf mocht werken bij een hele lieve, fijne coach waar ik al een aantal jaren, ja, zo af en toe op workshop ga. En ja, weet je, dus sinds gisteren, die cursus van gisteren moest ik ook nog eventjes verwerken. En toen werd ik vanochtend wakker en toen dacht ik, ha, ik voel dat er iets gaat komen. Ik had het nog niet meteen vanochtend. Maar ik denk dat ik tot een uur of één of zoiets, half twee, lekker in mijn pyjama heb rondgehobbeld. Lekker niks heb gedaan. En als je dan zegt, wat doe je dan? Ja, weinig. En nou ja, toen is zeg maar dit programma er dus helemaal uitgekomen. Ik zal de link zo onder deze Facebook live plaatsen. Je kunt je altijd opgeven voor al mijn programma's. Maar als je me een beetje kent, dan weet je dat er nu een vroegboekkorting is. En nadat het programma gestart is, dan gaat de prijs omhoog. Zo werkt dat. Misschien dat het op een andere keer anders is bij mij. Hi Rita! Maar dan weet je dat in ieder geval. En dan kan je niet zeggen van, oh ja, maar dat wist ik niet. En dan weet je dat dat zo werkt bij mij. 28 dagen, we starten 26 november, we eindigen 24 december. 28 dagen om je leven te veranderen en ervoor te zorgen dat jij dit jaar bij kerst een hele nieuwe versie van jezelf onder de kerstboom hebt. Misschien ben je al zo veranderd dat je een grote strik om jezelf doet en je onder de kerstboom neervlijt en tegen je partner zegt, kijk eens schat, dit is een hele nieuwe versie van mij. Pak mij uit. Nou, en wie weet krijg je dan wel nog een nog leukere kerst dan dat ik je kan aanbieden. Maar dat moet je dan maar samen met je partner
uitvogelen. Daar heb ik voor de rest niks mee te maken. Dus ik zou zeggen, klik straks eventjes op de link en kijk of het wat voor je is. Of zoek de post op of zoek het evenement op de Facebookgroep die ik heb geplaatst. En stroom in, doe mee. Weet je, als je het nu niet doet, je hebt me vast al, weet ik hoeveel keer met posts voorbij zien komen. Je hebt me vast al, weet ik hoe, met nieuwsbrieven voorbij zien komen. Met Facebook Lives, met webinars, met video's. En elke keer denk je volgende keer, volgende keer, volgende keer, volgende keer. Maar 2019 is bijna afgelopen. We hebben nog 28 dagen tot kerst. Ik zou zeggen, doe gewoon mee. Doe gewoon eens een keer gek. En weet je, als het de eerste keer is dat je denkt van, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen. Doe het maar wel. Weet je, ik ben echt een heel vriendelijk mensje. En we hebben altijd heel veel lol met elkaar in de Facebookgroep. En ja, ik gun gewoon altijd iedereen het allerbeste. Ik ben zelf opgevoed met wat je niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus ik zal alleen maar, hi Latoya, ik zal alleen maar positieve dingen doen. En ik wil alleen maar dat je, ja, dat je vooruit gaat in het leven. En ja, ik wist al dat het leven heel kwetsbaar was. Maar ja, sinds vorige week toen met die knal, toen dacht ik echt zoiets van, ik wil het echt van de daken schreeuwen. Van leef, 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 leef. Weet je, doe er je voordeel mee. Ga nu eens een keer veranderen. Weet je, als je dit programma volgt tot aan de kerst, dan kan je daarna lekker de rest van de kerstvakantie kan je het laten sudderen. En moet jij eens kijken hoe jij in 2020 anders in het leven staat. Dus ik zou zeggen, ik ga nog eventjes verder met mijn thee drinken, want die is inmiddels een beetje koud geworden, maar het is nog wel lekker. En dan ga ik nog eventjes op de bank zitten en dan ga ik nog eventjes in de rustmodus. Lisette Anne in de rustmodus. Maar ja, misschien, dat is een uitdaging voor mij. Ik ben niet een heel erg gerustig typeje, zeg maar. Terwijl ik gisteren heb geleerd dat ik vanuit mijn baarmoeder moet ademen en jullie goed moet aankijken, vanuit het diepste van mijn ogen. En dan moet lachen. En dan denk ik van, ja, maar ik heb altijd zoveel te vertellen. En dan denk ik, ja, weet je, ik ben gewoon ik. En ik ga geen trucjes aanleren om anders te zijn dan dat ik ben. Dit ben ik. En je vindt het te druk of je vindt het niet te druk. En je doet mee met het programma of je doet niet mee met het programma. Heel simpel. Maar ik hoop dat jij wel meedoet, omdat ik wil dat jij verandert. Ja, dankjewel. Ik ga genieten van mijn avond. Jij ook, Shamila. Ga lekker je dingetjes doen. Watertje drinken. En ik zie je een volgende keer. Doei lieverd. Doei doei.